De straten van Hoogveen, de Grand Prix van Hoogveen zijn leeg. Maar daar komen dan de dames, de modellen van Hoogveen samen met de rest van de coureurs. Dit is de opwarmronde, maar die opwarmronde duurt niet zo heel erg lang. Hier komen de eerste coureurs uit dit fragment even langs. En dat gaat allemaal prima, zolang het niet al te veel zijn. Maar nu komt meneer in het geel, vol door de banden en rechts rijdt iemand zich vast. Onze cameraman zoomt in en dan ziet u wat er gebeurt. De rest van de coureurs rijdt door, dan moet de rest stoppen. De mannen van de baancommissie die komen erbij. Ze proberen zo goed en kwaad als het kan het parcours te herstellen. Terwijl de rest gewoon doorrijdt. Ze kijken er niet naar, ze letten niet op de enkels van die parcoursmedewerkers die met gevaar voor eigen leven daar toch die banden weer op elkaar stapelen. En dan ziet u dus wat er nu gebeurt. De laatste hooibaal wordt weer op zijn plaats gelegd. En dan rijdt het hele peloton, zoals ze dat bij het wielrennen zeggen, gewoon door. Dus het hele concours wordt weer bereden. Nummer 11, die net bijna mensen onderuit reed, rijdt gewoon door. Maar dat is Hoogeveen. En dat is de GP in Hoogeveen. Een Grand Prix.